Bewegen op het ritme van de jaargetijden. Het klinkt zo poëtisch. En toch bepaalt het een groot deel van ons leven. De natuur is de grootste kunstenaar. En zonder dat we ons vaak bewust zijn, vormen wij een belangrijke schakel in de levensketen. In 20 afleveringen gaan we in Brabant op zoek naar de antwoorden. We bezoeken prachtige natuurgebieden in onze provincie en praten met boswachters en andere deskundigen. Ik heb werktuigbouw gestudeerd, ik heb een aantal jaar in het bedrijfsleven iets met mijn studie gedaan, maar mijn hart ligt hier. En het spontaan met mensen omgaan zoals wij nu doen, hè. We spreken elkaar even aan, goede dagen en een praatje, ja, daar doe je het voor. Hoe lang doen jullie dit al? Wij, ja, 4 generaties, dik 80 jaar. Ja. En dan moet er wel bijgezegd worden dat de eerste generatie, ja, dat was meer van ellende natuurlijk. Er werd ook veel arbeid verricht nog in de biesbos en daar moesten mensen dan een bootje voor hebben en dat werd dan gefaciliteerd. En vanaf mijn ouders, zeg maar, die generatie, is het wel echt commercieel geworden dat het dus dagtoeristen zijn die hier komen. Je ziet eigenlijk dat vanuit de historie en vanuit Dremmelen de meeste boten vertrekken. En hier zitten dus ook de meeste botenverhuurders. Nou, dan ben je met 10 minuten vaaien eigenlijk in de kern van het Nationaal Park. En wij geven mensen dan een kaartje mee, leggen uit per dag hoe je moet varen, want dat is windrichting afhankelijk, stroming, golven, hooglaagwater. Dat nemen we allemaal mee in de mix. Ja. Nederland is een heel klein landje met veel mensen. We zijn ver volgebouwd. Hier kun je echt gewoon nog met je bootje op rustige dagen 2 uur rondvaren zonder iemand tegen te komen. Of dat mijn missie is, dat denk ik niet. Want als ik daar mijn missie van maak en ik ga dat nog meer stimuleren, wordt het vanzelf weer drukker. Dus wij proberen daar een beetje de middenweg in te zoeken. Ik denk dat mijn missie vanuit bedrijfsgedachte meer is om dat op een stille, doordachte, duurzame manier te gaan doen. En dus niet meer met veel herrie er doorheen varen, zeg maar. Wij hebben mensen die komen echt voor de natuur. Dus op dagen zoals vandaag is het lekker rustig. Dan zie je dat er ander publiek komt, die komen voor de rust en die komen voor de natuur. Maar zomers hebben we ook mensen die pakken zo'n bootje, die varen naar een strandje. Die gaan daar zitten, die varen nog een rondje door de biesbos en gewoon om de dag vol te maken, maar niet specifiek voor de natuur. En die klanten hebben we ook. Ik zelf denk dat die mix in gebruik van het gebied heel mooi is. Alleen daar zijn nog wel winst te halen om dat beter met z'n allen voor elkaar te krijgen. En ik ben zelf heel erg voorstander van elektrisch varen. Ik heb ook al een aantal elektrische boten in de verhuur. Dan is de beleving van natuur krijgt echt wel meer waarde als je het elektrisch doet. Ja. Ik denk zelf dat aanwezigheid in zijn algemeenheid al verstoort. Dus of je dat nou met een buitenboordmotor doet of je doet dat elektrisch. Als jij aanwezig bent in de natuur, dan kun je al een vogel verstoren. Dus ja, wat ik net al zei, we moeten daar met z'n allen beter naar kijken hoe we dat kunnen reguleren. Dus bepaalde periodes iets wel of niet doen in het broedseizoen, bepaalde stukken rust geven. Of juist zeggen van nou, kreken die minder kwetsbaar zijn, maar waar we toch wat stimulatie van die biodiversiteit willen, gaan we daar wel juist elektrisch varen nog alleen maar toestaan. In die zin denk ik dat we er wel kunnen komen. En we hebben een prachtig gebied aan de rand van de kern van het biesbos, dat heet de Aakvlaai. Nou, dat is ook echt aangelegd voor intensieve recreatie. Dus laten we daar dan ook vooral op inzetten dat mensen die dat zoeken dan ook daar naartoe gaan. En dan kunnen wij als botenverhuurders kunnen daar prima sturen. Over afval is natuurlijk altijd discussie, maar dan ga je weer. In basis gaat het om het gedrag van mensen. Dus ik verhuur een bootje. En iemand gaat erop zitten, die neemt een koelboxje mee. En ik denk dat 99,5% van de mensen die hier gaat varen het fatsoen heeft om dat ook mee terug te nemen. En er zijn altijd mensen die het dan toch nodig vinden om het achter te laten.
Ik kan daar als ondernemer kan ik daar alleen maar op wijzen. Wij hebben daar een 2500 liter container staan. Die staat voor de uitgang. Dus mensen die zien die 's ochtends al. Als ze uit de boot komen, stimuleren wij gelijk om daar weg te gooien. Wij hebben een vaarkaartje. Daar staat op dat je afval op moet ruimen. Als mensen geen vuilniszak bij hebben, geven we mee. Voor mij is dat heel vanzelfsprekend. En wij proberen ook het publiek aan te trekken die dat ook vanzelfsprekend vinden. Want dat is natuurlijk ook een stukje bedrijfsvoering waar je zelf in kan sturen. Ik denk dat je het helemaal kunt samenvatten in hoe mensen zich gedragen. En als je dat deels kan beïnvloeden en ze een kantje kan helpen door een vuilnisbak weg te zetten, ik denk dat je dan de plek in de biezels waar het dan een probleem is, dat je het daar relatief eenvoudig kan oplossen. We zijn hier op het landgoed Valkenhorst van het Brabants landschap. Dat ligt in de gemeentes Leende, Waalre, Valkenswaard. Best wel een groot complex. Het bestaat uit bossen, uit heidevelden. Maar het meest indrukwekkende deel vind ik zelf in ieder geval als beheerder van het gebied voor Brabants landschap vind ik wel de visvijvers. En je kijkt hier nou achter mij op een van die vijvers. Er ligt in totaal wel zo'n 120 hectare. En ook het Grevenschutven is eigenlijk het enige ven waar hier al lag, de rest is allemaal gegraven, maakt onderdeel uit van die vijvers. Dat is een heel bijzonder ven van 20 hectare groot. Die visteelt die was belangrijk voor de arme bevolking hieromheen. Die konden dan op een goedkope manier aan karper komen. Maar ja, we leven hier ook in het katholieke zuiden. En er mocht geen vlees worden gegeten op de vrijdagen. Dus dat was ook mooi dat hier dan die visteelt aanwezig werd. En wat er vroeger gebeurde in de kloosters, die hadden ook vaak een weier of een ven waar ze vis in teelden. Omdat die ook vrijdag zaten natuurlijk met de feit dat ze geen vlees mochten eten. En die cultuur is hier eigenlijk nog zichtbaar in dit gebied. Op een gegeven moment was de visteelt hier afgelopen. Het was niet meer nodig voor de arme bevolking, want de mensen kregen meer welvaart. Dus we moeten het nou hebben van de vis die meekomt met het water vanuit de tongelreep. Nou, die kan in de vijvers kan die mooi zich vermeerderen. En er zijn hier ontzettend veel visetende vogels die daar heel erg blij mee zijn. Deze vijvers die zijn hier heel uniek. En dan praat je niet alleen over het water, maar als je even meekijkt met mij, dan zie je dat elke vijver een rietkraag heeft. Lisdodders, je ziet daar overal moerassen achter liggen. Er liggen wilge koepels midden hier in het veld. En daar alles bij elkaar zorgt voor een hele unieke natuur. Als je bedenkt dat een vogel als de roerdom in Brabant heel erg zeldzaam is, maar dat er hier in dit visvijvercomplex wel 6 of 7 koppels elk jaar broeden, ja, dan hebben we echt een heel groot belang voor die specifieke vogel. Dat geldt ook voor de wouwaap. Vorig jaar hadden we hier 4 broedkoppels van de wouwaap. En daarmee is het nu 15% van de Nederlandse populatie die hier in dit visvijvercomplex broedt. Een ijsvogel die een visje komt halen. De zwarte wouw broedt hier in dit gebied. Ook een van de redenen dat het grootste deel van dit gebied is afgesloten voor het publiek. Als de rust gedaan is omdat hier mensen met honden rondlopen of dat er motocrossers komen, dan zijn we ook de helft van de broedvogels kwijt. En juist ook die zeldzame soorten waarvoor we een verantwoording hebben voor eigenlijk voor het hele landelijk gebied.
Nou, hier staan we bij de bewaarbakken. Er zijn er in totaal 4. Die bewaarbakken zijn eigenlijk een stukje cultuurhistorie, zoals die hier nou liggen. Ze hebben hun functie verloren. Er wordt geen vijver meer leeggelaten om dan hier die vis in te bewaren en bij te voeren nog totdat ze naar de afnemer gingen. Die vijvers die blijven nou vaak volstaan met water. En als we ze al leeg vissen, dan is het omdat we de snoeken die erin zitten er een keer af willen hebben en weer opnieuw willen beginnen. In hoeverre kun je nou die bewust zijn van in het seizoen? Nou, ja, die seizoenen die zijn hier wel heel erg duidelijk als je hier bent. Gewoon al het geluid van die roerdomp, wat ik straks zei, dat is een soort misthoren geluid. Nou, daar hoor je door het hele gebied heen, het draagt ook nog eens een keer ver. Dus die seizoenen die zijn hier wel heel erg goed te beleven. De jonge eenden die op een gegeven moment hebben, de jonge ganzen. De grauwe gans die bloedt hier nogal. Op een gegeven moment verzamelen die ganzen zich allemaal op velden rondom dit gebied. Dus daar krijg je wel goed mee. Van dit gebied word ik heel erg blij. Dit is echt een uniek gebied voor heel Brabant. Het zit vol met leven. De bever is hier verschenen de afgelopen jaren. Wilde zwijnen lopen hier rond. Reeën zitten hier. Echt de rust die hier is in dit gebied, gecombineerd met de vis en met het water, zorgt voor unieke natuurwaardes. En als ik straks met pensioen ben, dan moet ik voor mezelf nog even regelen dat ik een briefje uitschrijf van: bij deze geef ik Mari de Bijl voor de rest van zijn leven toestemming om de visvijvers van Valkenhorst te blijven bezoeken. Ja.